Weet je nog dat je als kind werd voorgelezen? Heerlijk was dat. Lekker ontspannen luisteren en je fantasie de vrije loop laten. Dat gevoel willen de acteurs en actrices van Bedtime Stories weer oproepen. Gewoon door voor te lezen. En dat doen ze hier ook. Aan dementerende ouderen in dit zorgcentrum. Kijk eens. Bedtime Stories maakt daarbij gebruik van deze voorleeskoffer. Vol met boeken en allerlei attributen om het geheugen te prikkelen en herinneringen op te roepen. Dat werkt niet alleen ontspannend, maar heeft ook een therapeutisch effect. Kijk, deze aan mij. De lege flessen op het strand zijn plotseling vol champagne. Ik zie vandaag in iedereen een vriend. Ik voel vandaag in elke boom de lente. De dorste takken geuren naar jasmijn. La, er is een andere ritme in mijn hand. Wat zou dat zijn? Wat ze hebben, Margriet uit Scheveningen, die lag erbij te zingen en... De hele rare dingen. Naast voorlezen aan groepen, leest Bedtime Stories ook voor aan individuele bewoners. Wat moet dat allemaal? Dat vraagt om een andere, meer intiemere aanpak. Dit is een koffer vol met verhalen. Annie M.G. Schmid was dol op katten. Ja, ik ook. Mijn poesje hangt daar aan. Dat is haar gaatje. Voorlezen is eigenlijk het te beperkt begrip voor wat Bedtime Stories doet. Vooral bij dementerende. Er moet goed worden gereageerd op de reacties, alert daarop inspelen en hen er actief bij betrekken. Ik hou erg van poes. Mijn poes hangt daar op de fotootje. Die heet de Agaatje Schouten. Wat leuk. En als ik op vakantie... Ook aan kinderen wordt voorgelezen. In dit kinderziekenhuis gebeurt dat wekelijks en voor meerdere kinderen. Daniel, die is hier niet, hè? Die is zeker helemaal niet hier. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een speciaal voor kinderen ontworpen voorleeskoffer. Met attributen die hen aanspreken. Ja. Kijk maar, het moet voor hen interessant blijven, want kinderen zijn snel afgeleid. Dus zoveel mogelijk plaatjes, grapjes en spelletjes. Die schudde heel hard, nee. De ervaring leert dat alle kinderen er iedere keer weer rijkhalsend naar uitkijken. Vogeldino. Een vogeldino, ja, want die kunnen vliegen. Dat is ook wel bijzonder voor een dino, hè, vind je niet? En wie komt daar aan? Bedtime Stories lees ook voor aan patiënten die voor lange of korte tijd in een ziekenhuis verblijven. Goedemorgen, mevrouw van Leeuwen. Goedemorgen. Anders dan bij dementerende en kinderen vraagt dat een meer volwassen aanpak en een ander voorleesassortiment. Kijk. Wat een verrassingen dit zijn. De acteurs en actrices van Bedtime Stories zijn voor deze en andere doelgroepen speciaal opgeleid. Waar komt u voor? Vroeg mevrouw de Wit. De vee aarzelde even. U mag een wens doen, zei ze. Hoe dan ook ontstaat er altijd een plezierige, intieme sfeer en blijkt dat deze persoonlijke aandacht zeer op prijs wordt gesteld. Zo wordt het voorlezen een moment om naar uit te kijken. En brengt Bedtime Stories in praktijk waar het om gaat. Samen zijn met een verhaal. Nou, leuk toch? Echt leuk verhaal. Ja, hè? Ja.